Hi, welkom bij de podcast over redoxreacties. Als je natrium laat reageren met chloor, krijg je keukenzout, natriumchloride, Na+ en Cl-. En chloor wordt gereduceerd en natrium wordt geoxideerd. Want natrium raakt een elektron kwijt en chloor krijgt er een bij. Maar waarom doet zo'n elektron dat? Je hebt de kern en daaromheen draaien de elektronen. Die kunnen ver van de kern vandaan zitten, maar ze kunnen ook er dichterbij zitten. En bij chloor zit het elektron dichter bij de kern dan bij natrium. Het verbranden van methaan is ook een redoxreactie. Al worden er geen elektronen uitgewisseld. Toch wordt methaan geoxideerd en zuurstof gereduceerd. Als we namelijk kijken naar de elektronen van zuurstof, dan worden die gelijkelijk verdeeld door de twee zuurstofatomen. Maar bij CO2 zitten de elektronen dichter bij de O's, net als bij het water. Dus daarom ook een redoxreactie. De kern en het elektron. Het elektron is ver bij de kern vandaan. Dat betekent dat hij niet stabiel is. Hij wil graag naar de kern toe. Maar onderweg raakt hij wel veel energie kwijt. En die energie kan gebruikt worden om wat te doen. Omgekeerd, om een elektron wat dicht bij de kern is er verder vandaan te krijgen, dat kost energie, want daar moet werk voor gebeuren. En een organische molecuul met veel haartjes bevat veel potentiële energie, want die heeft veel elektronen in een hoge energiestaat. En dat is de redoxreactie.